Ja, ik hoop dat Den Haag een beetje gaat inzien dat hoe het nou gaat, dat dat voor ons geen toekomst biedt, naar mijn mening. En ik hoop dat wij op deze manier toch duidelijk maken dat er perspectief aan ons geboden wordt. Daarom zijn we met zoveel jonge jongens. Omdat wij willen laten zien dat het om ons gaat. En wij willen hier ons werk van maken. Dit is onze passie. En ik hoop dat dat overkomt op deze manier. Waarom is boeren zo leuk? Ja, hoe ga je het uitleggen? Ja, het is de passie. Je hebt er passie voor. En ja, je hebt er aanleg voor en je wil het graag doen. En ja. Ik zou me niet in kunnen denken om zonder een bedrijf verder te kunnen halen hier in Nederland. Dus ik hoop dat ze in Den Haag ook in gaan zien dat, dat Nederland totaal niet zonder boeren kan. Boeren die staan een kop van de wereldeconomie als je kijkt hoe wij produceren. Wij produceren het beste van als we kijken naar de landbouw in de wereld. Dan ga je ons een beetje van de kaart aflopen vegen in Nederland. Ja, voor mij moeten ze dat toch even in Den Haag weten. Ja, ik hoop dat ze nou ook een beetje luisteren en dat ze een beetje in gaan zien dat wij niet het probleem zijn van de stikstof. Wij zijn de enigen die het stikstof opnemen in onze gewassen en KLM die mogen allemaal doorvliegen. En die vrachtschepen die veel meer uitstoten dan wij, die mogen allemaal doorvaren en wij nemen het op en wij worden weggejaagd. Onze bedoeling is wel dat de kruising een beetje afzetten, dat we één groep blijven. Maar de voorste twee trekkers blijven gewoon doorrijden en daarachter moeten we gewoon de kruisingen blokkeren. Doe wel voorzichtig allemaal, let goed op dat je geen brokken maakt. En voor de rest hopen we zo spoedig mogelijk in Den Haag te zijn. Houd er rekening mee dat er alcoholcontroles er zijn. Denk om je alcohol gebruiken, want ze hebben dat onderaan door dat we dat wel lusten. Als die echt uit zicht verdwijnt. Dus, vol gas!